Ik ben erachter gekomen, als je eerlijk bent, dat is een groot voordeel. Je hoeft niks te onthouden. Want je vertelt altijd de waarheid. Wordt niet altijd gewaardeerd door je omgeving. Ik had het vanmorgen thuis nog aan de hand. Het is de kerstdagen geweest, een paar kilootjes aangekomen. En ze komt binnen, helemaal hysterisch. Ik ben het zat, ik wil afvallen! Ik zeg, dan moet je meedoen aan een misverkiezing. Val je gegarandeerd als eerste af. Eerlijk zijn. Voor de rest niks. Gisteren zei iemand tegen mij, u draagt die ring aan de verkeerde vinger. Ik zei, ja dat klopt, ik ben met de verkeerde vrouw getrouwd. Diederik Samson. En die is snel wijs geworden, jongens. Snel kaal ook trouwens. Ik ben blij dat je niet kaal bent. Als je kaal bent, doe je er veel langer over om je gezicht te wassen. Samson, jongens, daar hebben ze nou een soort karakterchirurgie op losgelaten. In het begin was dat een boosaardig mannetje, weet je nog, hoog stemmetje. Dat je denkt, wat is dat, agressieveling? Aan het eind van de verkiezingen, amabel, zelfverzekerd, dynamisch, energiek. Zijn stem is een halve octaaf gezakt, joh. Hij heeft nou zo'n stem, het is nog niet Ivo Opstelten, maar Ivo Opstelten kent u, hè? Even, ja, voor de duidelijkheid, hoop mensen volgen de politiek niet. Die gozer die zijn haar kan met een rotje. Mooie stem. De implementatie van de wietpas duurt nog even, maar tot die tijd kunnen mensen met een uittreksel uit het bevolkings... Alsof Sinterklaas in je oor pist. Eén avond in de week, soms twee avonden, ging Diederik Samson in Amsterdam aan de slag als straatcoach. In de achterbuurten van Amsterdam. Amsterdam-West. Want hij wilde de kutmarokkaantjes van dichtbij meemaken. Een jaar lang. En niemand wist het. En na een jaar is Diederik zelf naar de pers gegaan en zei hij, ik ben een jaar lang een straatcoach geweest met de kutmarokkaantjes. Dat is de springplank geweest van zijn politieke carrière die hij nu heeft gemaakt. Het is een opportunist eerste klas. Hij zei dit jaar ook, mijn gezin is heel belangrijk voor mij. Letterlijk zei hij, mijn gezin bepaalt mede hoe ik mijn politiek bedrijf. Nou, heb een gehandicapte dochter, ik weet genoeg. Wat nou, oh. Is smakeloos, vind je smakeloos? Weet je wat ik smakeloos vind? Een reclamespotje maken over je eigen kind. Je gehandicapte dochter gebruiken voor je eigen politiek gewin. Dat vind ik smakeloos. Ja. Ja, dat was. Denkt u dat ik mijn thuissituatie zou gebruiken? Man, ik kwam gisteravond thuis, lag al op bed natuurlijk. Ze wordt een beetje wakker. Ze zegt, fluister eens wat vieze dingen in mijn oren. Ik zeg, de keuken, de badkamer, de wc.